Mensen, jullie weten allemaal wat voor dag het vandaag is, wat voor tijd het vandaag is, wat wij vandaag gaan doen met z'n allen. Wij gaan vandaag inderdaad met z'n allen die ethic doen van The Joy of Creation Story Mode. Boom, boom, boom. Ik heb geen idee. We gaan gewoon op play drukken, we gaan dit doen, we gaan het halen vandaag. We gaan kijken hoe het met hem zit, hoe het met het hele gezin zit. We zitten vastgebonden. Oké, dan, wat is dit? Dit is. Along this for too long, Scott. They're barely holding themselves together anymore. Why? I have been a good man. We've been good people. Why have you demons come to torture me and my family? What? I was saying that we've gone. Stop ignoring my questions! Yep. If I'm going to die, at least I want to know why! Can you at least give me that? Look, dit is heftig. It's just the way things have to go. It's just a part of life. What? But for us, I mean. Their bodies are hardly keeping themselves together. So they've gathered themselves in the basement. They can't just kill you directly, you know. And I promised them I'd leave you to them. So I brought you here to... This is so gek. At least try to talk to you before they arrive. Waar zitten wij ooit? So before they get here and everything burns, I'd like to thank you for giving us this opportunity to see the world through the eyes of your creation. What? Being Michael Schmidt has been an incredible experience. I feel fantastic. I want to keep feeling like this forever. Ik zit los met één hand. Oh, damn. And to do that, I need you to die. Leave us alone! Echt, hè? Maar nu... Oké. Oké, dat klonk niet heel fijn. Wat was dat? We gaan dit doen, mensen. Wij gaan dit met z'n allen hopelijk halen. Space, wat... Oh, wat is dit? Wat gebeurt hier? Oh, dit zijn alle kamers. Wat? We zitten in de basement? Huh? Wat gebeurt hier? Wat doe ik allemaal? Kan iemand mij dat uitleggen? Ik begrijp je... Oh, hier zit iemand. Wat? Wat doe ik? Er zit alleen daar een monster of zo? Wat? Ik heb geen idee, jongens. Als iemand mij dit kan uitleggen, die krijgt van mij 100 euro... Oh, nee, daar zit ook weer één. Moet dat ik dan zo doen? Dat hoorden jullie. Dat klonk niet goed. Wat is de bedoeling hier? Oh! Ik probeer ook maar wat. Hij zit nog steeds in deze kamer. Moeten we hem door die deuren laten komen? Dat hij dan dicht bij ons in de buurt zit of zo? Ik weet het niet. Ik zit ook maar wat te doen. Die deur die zit nu groen. Die deur is rood. Oh, er kan maar één deur tegelijk dicht. Wat? Oh! Wat? Wat is dit? Dit was de bedoeling? Nee. Tobias belt ons en we zijn dood. Oh mijn. Oh mijn. Oh mijn, oké. Ik heb geen enkel idee wat wij hier moeten doen. Echt waar. Pff, dit. Wat? Kijk, hij zit hier. En dan kan ik zo doen. Oh, wat? Wat is dit? Hier kan ik switchen van camera standpunt. Hij zit daar. Oh, we zijn weer... Ik ben gelijk dood en ik heb geen idee hoe ik dat heb gedaan.
Nou, daar zitten we weer. We moeten hem flashen. Dan zit hij in fase 1. Fase 2 is daar. En fase 3 is als hij dat gele kapot maakt. Hier hebben we twee camera's. Hier is... Oh, dit is in die deuren. Zie, we hebben hier hebben wat. En rechts hebben we wat. We moeten hier af en toe kijken. We kunnen deze deuren één per ding dicht doen. We kunnen mensen, monsters horen rennen. En we moeten altijd opletten op Golden... hoe heet het? Want die kunnen we flashen. Kijk, hij zit daar nu. En we moeten kijken of hier een flash ding, een gouden teddybeer zit. Horen we nou iets rennen? Voor mij horen we iets rennen. Hoor je dat? Kijk, oké. Dat hoor je dus als iets rent. We moeten hier op statische dingen letten. Hier gebeurt ook nog niks. En we moeten maar weer naar de Hedet. Kom op, die en flash hem. Zodat hij dat gele, dat oh mijn god. Dat klinkt ook allemaal niet zo goed. Voor mij gebeurde daar wat, of niet? Ik heb geen idee. Ik begrijp nu ongeveer wat ik al moet doen. What? Check dat! Dat is fucking eng! Oh. Oh. Ah! Wegkijken, wegkijken, wegkijken. Wegkijken. We mogen niet naar hem kijken namelijk. Als we naar hem te lang kijken, gaat het fout. Ben ik ook achtergekomen. En we moeten hier nog steeds opletten op statische dingen. Maar wat is nou statisch? Wat noemt men nou statisch in dit spel? Oh nee. Wegkijken. Wegkijken, anders gaan we dood door hem. Dat weet ik nu ook. We mogen niet naar hem kijken. Oh mijn hemeltje, wat gebeurt hier? Horen we nog überhaupt iets lopen? Nee. Ik doe gewoon de linkerdeur dicht. Oh mijn hemeltje lief. Oh, hij zit hier nog steeds. Wat? Oh, 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 rechts, rechts. Ah, nee! Het was links, wacht, huh? The enemies on the attic cameras will always wait for the running fallen to attack before moving. Wat? Flash. Jij moet sowieso die flash krijgen. Ik heb nog even meer verdiept in wat we nou moeten halen. En we hebben hier die twee camera's. Links is hier de rechterdeur. Dat is namelijk tegenovergesteld. Wanneer het hele scherm zwart is bij rechts, moeten we de linkerdeur dicht doen. We kunnen de monsters horen rennen. Ik weet alleen niet of er een geluid is wanneer we weten dat hij statisch weg is. En we moeten hem flashen wanneer hij in die tweede fase zit. En we moeten hier teddyberen zien. En, of teddyberen, dat is natuurlijk, hoe heet het? Onze grote vriend Freddy. Die moeten wij proberen te fixen. Door hem te killen of te flashen ook. Zien jullie Teddy? Ik zie geen... Nee, waar is hij? Hij staat nergens. Oh, jongens. Hij rent links. Oh, nee, hij moet daar weg. Oké, ga weg. Hoe zit het met deze deuren? Oké, ja, dit moet goed gaan, dankjewel. Hij is ook weer weg. Nu moet hij ergens in zo'n kamer zitten, toch? Nee! Nee, nee, nu is hij verder. Dat mag niet. Dat mag niet. Nee, 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 nee. Gaat hij daar nou? Ik doe het gewoon. Oh ja, voor me heb ik hem. Voor me heb ik hem één keer nu. Oké. Oh, jongens. Hou op. Oh. Oh, links, dan moeten we door rechts. Oh, die is al dicht. Dankjewel. Hoe snel gaat dat trouwens? Oh, nee, nu links... Dat kan nooit. Wat, dat is onmogelijk. Wow, what? What? De basement zat in de fik. What? Hoe kan dat? Oké, dat zagen jullie. Moet je kijken. What the basement? Oh, what? Dat is gek. Hoor je hier nog wat? Ik hoor wel weer die gekke geluiden. Oh. Hoe snel moet je daarop reageren? What? Dat is een hele slimme tip. Dankjewel, spel. Always check the site you haven't closed for potential dangers. Dus de deur die we dicht hebben, moet je de camera op de andere hebben. En af en toe... Oh, wauw, dat is... Dat gaat helpen. What the fuck? Ik ben al te laat. What the... Yo, hey. Ik word gek, ik word... Ja, de woonkamer zit in het vuur. Oké, dat is heel goed. Ik heb ook al een beetje... Oké, staat hij rechts ook? Nee, dan doen we het zo. Let op. Nee, 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 nee. Het moment wanneer je begint te praten tegen de camera, dat het fout gaat. Waarom? Nou, ik was zo ver! Oké.
Ik heb de bedroom in de fik. En ik ga niet heel veel praten, want ik moet me volledig concentreren op dit spel. Maar ik heb al 6 keer Freddy geignite, wat dit monster doet doden. Oh jongens, oké. Okay. Oh, dit is zo. Ik heb zweethanden, het slaat helemaal nergens op. Oh, wat gebeurt er? 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 Wat doe ik? Wat doe ik? Oh nee, hij moet weg, hij moet weg, hij moet weg, hij moet weg. Kom op, kom op, kom op. Doe het, doe het, doe het. Ja, dankjewel. Maar wat gebeurt er? Links? Ik weet niet wat er gebeurt. Hij zit hier vast of zo. Oh, wat? Nee, 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 nee. Ik ben zo ver. Dit duurt ook zo lang. Ik kan dit niet, ik kan dit niet. Nee, kom op, ga dood. Ga dood, dankjewel. Oké, rechts is clear. Dan moet hier rechts. Wow, wat lijkt het in de gang. Oh nee, nu zit daar ook iemand. Oh nee, nee, toe, toe, toe. Nee, dit kan niet. Nee, dit kan niet! Oké, mensen, mijn camera is leeg. Zo erg lang ben ik al bezig met deze opnames. Nee! Nee! Mensen, ik kan dit niet. Ik had net een poging, voor mij wel 20 tot 30 minuten lang. En ik werd serieus op een gegeven moment gewoon heel gek in mijn hoofd. Het sloeg helemaal nergens op. En ik zat echt van, concentreren, concentreren. Maar het lukt... Oh nee, ik kan dit niet. Ik kan dit niet. Oké, mensen. Hier is het einde van dit spel. Ik heb het zelf niet gehaald. Ik heb daar geen tijd meer voor. Ik heb daar geen zin meer in. Maar ik ben wel benieuwd wat het einde is. Ik heb het einde gevonden. En het voelt zo kut dat ik het zelf niet heb gehaald. Echt zo onwijs zuur. Want volgens mij moest ik nog maar 1 keer de Freddy igniten. Maar dat lukte me niet. Maar wat gebeurt hier met Scott? Wij hebben hier... Wat? Hallo? Hij gaat toch niet dood in het vuur? Als hij dood gaat in het vuur, dan word ik heel boos. Dit meen je? Nee. Where are you? You really love your family. What? Ook gewoon dat dat ding nog... Just wait for 6 a.m. and it will all be over. That's how it worked there before, right? What? These are not your things. Holy. Nee! This night won't go away until you've been consumed by the fire. Nee. Ik moet doodgaan. I have to go. Then you at least promised me they'll be safe. Promise me that you won't harm them. Please. Dus als ik dood ga, is mijn oma. Wat was... Oké, dan... Wow, dat was het! Mommy, daddy's coming. Er is nog meer! Honey? Get out! I'm here! Daddy! Wat is dit? Oh, hon, I was so worried. It's okay, Val. It's okay. We're safe. Het is niet oké. Okay. Have you called 911? Yes. Yes, I did. As soon as we got out, I called them. Like, it is not okay. They said they'll be here as soon as they come. Oh, God, we stayed inside there for so long. I thought you. But I didn't. Don't worry. Everybody is fine. Hij is niet echt. Daddy, what happened to home? Why is it burning? Is Michael still in there? We are safe, Nick. Matters. You're safe. Dad? What are we doing? Everything's gone. You are safe. It's all that matters. Dad, you're acting weird. Ja, echt. You are safe now. That's all that matters. Honey, are you okay? Hij is nu... You are safe. It's all that matters. Daddy, no! You are safe. Oh my god, oh my god. It's all that matters. You are safe. Oh my god. It's
all that matters. Ha. You're safe now. Hij is nu ook een robot. You are safe now. That's all that matters. What? See, they're safe now, just as you wanted. Thank you for your cooperation, Scott Coughlin. I'll take care of everything from here. What? What? Dat was echt wel echt een heel ziek einde. Wauw, ik bedank jullie allemaal voor het volgen van deze serie. Ik heb anderhalf uur opgenomen en ik heb het niet gehaald. Maar dit was het einde. Ik ga kijken of ik nog andere horrorvideo's ga krijgen voor de komende horrorzondagen die de volgen / horrordagen. Druk in ieder geval blauw duimpje omhoog als jij genoten hebt van dit. Klik hier op een andere video als je denkt van yo, ik wil meer van jou kijken. Abonneer, reageer, like, doe alles. En ik heb nu nog maar één ding te zeggen tegen jullie. En dat is dat dit een fucking awesome spel was en dat ik jullie allemaal wil bedanken. En doei mensen!